Tot 5 uur staat WNL op zaterdag in het teken van 9-11. En een van de mensen die het nieuws destijds voor ons ook moest duiden, dat was Amerika-deskundige Willem Post. En met hem spreek ik nu ook even. Goedemiddag. Goedemiddag. 20 jaar geleden was u dat met Maarten van Rossum, onder andere, die commentaar had op wat er gebeurde op 11 september. Hoe denkt u daaraan terug? Ja, dat was toch heel bijzonder uiteraard. 3 dagen opgesloten in een donkere studio in Hilversum, waar al die vreselijke beelden binnenkwamen. Natuurlijk de brandende torens, hè, maar ook de mensen die naar beneden sprongen. En de afscheidstelefoontjes, hè, die je al gauw te horen kregen, die heel veel herhaald werden. Van mensen die het heel vaak dus ook niet gered hebben. Dus ja, het was echt een traumatische dag. En aan ons werd natuurlijk gevraagd om te voorspellen. Maarten is historicus en ik ook. Dus ja, dat was een interessante gebeurtenis ook voor ons. Journalistiek en wetenschappelijk misschien ook wel in die studio. En wat was toen de voorspelling 20 jaar geleden? Nou, Maarten en ik waren het oneens met elkaar. Maarten relativeerde nogal. Ja, hij zei, mensen zeggen dat er een derde wereldoorlog uitbreekt. Nou, volgens mij heeft niemand dat gezegd toen, hoor. Maar wat onder andere ik wel gezegd heb is, als een supermacht op zijn binnenplaats wordt aangevallen, Ground Zero, hè, zoals we het zijn gaan noemen, waar de Twin Towers en dat hele complex was, dan krijg je ongetwijfeld een enorme reactie. Nou, kijk eens aan. We zijn nu 20 jaar verder. Afghanistan, hè, Nederland deed ook mee. We zijn daar 20 jaar geweest. En ook het hele gevoel in psychologische zin, hè, van onkwetsbaarheid, wat Amerikanen toch altijd hadden. Ja, dat verdween eigenlijk op die ene dag. Hè. Dus, en Amerika hebben een veiligheidsstaat. En dat kon je ook wel voorspellen. Hè. En New York, een stad als New York, hè, waar nu tussen de 15.000 à 20.000 veiligheidscamera's hangen, om maar eens wat te noemen, geheime rechtbanken. Dus de gevolgen zijn enorm geweest. En ik vond dat je die dag, en op die dag zei ik dat ook, dit kun je niet echt relativeren. Dit was echt een daad die de wereld op zijn fundamenten deed trillen. Ook in Rusland en China, hè? Dagen van rouw, bloemen bij de Amerikaanse ambassade. Nederland, hè? 3 dagen stilte op de vrijdag na de dinsdag. En ja, het was buitengewoon indrukwekkend allemaal. Op geen enkel moment is er relativering geweest. En nu nog steeds is het, denk ik, ook terecht dat wij hier op WNL op zaterdag een uur lang bij stilstaan. Het spits afgebeten. Hartelijk dank daarvoor, Willem Post.